Marco Zanting vandaag 1-6 overwinning bij FC. Nou ja, je stond centraal achterin. Ja, ging lekker vandaag, hè? Ja, ging heerlijk. Ik duidelijke afspraken met Lievon gemaakt. En ja, het voetbalde gewoon heerlijk. We kregen alle tijd om op te bouwen. En verdedigd zijn we volgens mij niet heel veel in gevaar gekomen. En scoreverloop was heel erg prettig natuurlijk, hè? Heel snel op 0-1. Ja, dat sowieso. Dan moeten zij wel komen. En nou, daarna direct de 2-0. En vooral de 3-1 na rust vonden wij wel heel belangrijk. Ja, die viel ook inderdaad snel. Toch even naar dat moment, 10 minuten voor rust, zeg maar, toen die tegentreffer ontstond. Ja, dat was je denk ik voor gewaarschuwd, hè? Want je weet dat zo'n Robin Hollander zo'n vrije trap erin kan schieten. Ja, en de minuten daarvoor speelden wij ook aardig slap. Ze kwamen er een paar keer uit. Ja, en dan moet je gewoon zo'n vrije trap, ja, daar kun je zelf niet veel aan doen. Maar ja, je zag het van tevoren aankomen. Je zei al van, het speelde een beetje slap op dat moment. Is dat misschien dan ook het gevaar van zo'n snelle voorsprong? Ja, misschien wel, ja. Je begint toch makkelijk te voetballen en ja, er komen toch wat momentjes van ja, nonchalantie komen wel naar voren. En aan de tweede helft zie je denk ik een ploeg FC dat gewoon nergens meer voor speelt. Dat zie je dan heel duidelijk terug de tweede helft. Hè? Ja, helemaal naar 3-1. Zij zien ook wel dat wij gewoon veel fitter zijn. En ja, dan bouw je het uit naar 4-1. Dan zijn zij wel klaar mee. Ja, nou 1-6. Volgende week Bergen thuis, dan SVBO uit. Ja, het komt nu wel heel dichtbij. Hè? Ja, twee wedstrijden. Iedereen heeft het er nu wel over. En nu mogen we het ook echt duidelijk zeggen van ja, deze twee wedstrijden moeten we gewoon winnen. Ja. Niemand pakt dit met ons af. Iedereen hoopte min en meer stiekem ook op een stuntje van GSE vandaag, maar daar staat er ook weer niet in. Nee, ik hoorde 4-1 of 5-1. Ja, dat zijn ook duidelijke cijfers. Dus we moeten het vooral van 6 punten van onszelf hebben. Ja, en dan een mooi afscheid van ongeveer zondag, hè? Ja, op het hoogtepunt stoppen bij de zondag, ja. Je hebt uiteindelijk voor de zaterdag gekozen, we kunnen lezen. Het was ook toch wel belangrijk van andere clubs. Waarom toch de stap uiteindelijk naar de zaterdag? Ja, het blijft gewoon mijn club en we hebben alles goed voor elkaar en ik ken de jongens van de zaterdag ook. Dus ja, dat waren wel hele belangrijke punten. Plus dat niveau ook goed is, hè? Want dat is natuurlijk wel een heel verschil met een aantal jaar geleden. Er zit een enorme opbouw in de laatste jaren. Ja, ik ben er gisteren zelf niet bij geweest, maar de kans op een tweede klasse, ja, dat zijn natuurlijk goede stappen, ook voor een zaterdag 1. Ja, dat maakt de stap ook wat makkelijker dan, denk ik. Ja, dat is toch wel makkelijker dan als het onderaan de derde klas, bovenaan vierde klas meevoetbalt. Ja, grote voordeel van Hogeveen, hè? Je kunt gewoon kiezen tussen zondag en zaterdag, hè? Ja, tegenwoordig wel, ja, makkelijk.